We mogen toch best wel weten waar die dan in investeert, en dat kan ook inderdaad een belangrijke verstrengeling geven als staatssecretaris van financiën. Hoewel het reces is, eh, toch weer een gedoetje in Den Haag. Dit keer over de zakelijke belangen van staatssecretaris Itzinga van Financiën. Daar wil de Kamer openheid van zaken over hebben. Ik zeg gedoetje, Leonard Ornstein. Jij neemt het hoog op, hè? Nou ja, kijk, NSC, waar eh, Volker Itziga staatssecretaris namens is, is de partij van de open bestuurscultuur. Het moest allemaal anders in Nederland. We moeten open zijn. We moeten transparant zijn. Pieter Omzicht heeft heel vaak eh, ook gewezen op financiële belangen van politici. Ik meen ook zelfs nog met Plasterk, weet je wel, die die patentenaffaire had. Dus ik denk, ja, meneer Itziga, waarom kan u nou niet volledig open zijn? Waarom eh, bijvoorbeeld de Volkshandel Even morgen we hebben u gevraagd om wat inzicht. Hè. Het gaat om het inzicht in zijn aandelenportefeuille. En het punt daarbij is dat hij um, staatssecretaris van Financiën is. Dus hij kan invloed op de koers hebben. Nou, die heeft hij niet te woord gestaan. Hij heeft wel kort wat reacties in de media uh, gegeven. Maar wat heeft hij, meneer voor, uh, iets, hij gaat voor geheimen te verbergen? Ja, hij heeft een portefeuille van 6,5 miljoen euro, uh, lees ik in de krant. RTL heeft er onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Um, ja. Hij zegt, dit zijn privézaken. Ik bedoel, ik heb verteld waar het ongeveer zit. Uh, het, nou, het bedrag hebben jullie dan blijkbaar gevonden. Dat vind ik wel afdoende. Ja, maar. Het gaat erom dat politici zitten daar niet als voor die model. Ze zitten daar om uh, de publieke zaak te dienen. En daar wil ik even bij aantekenen: er is een register van de Tweede Kamer waar je ook bijvoorbeeld Kamerleden dingen aan moet melden. Daar hebben we bijvoorbeeld ook al met Forum voor Democratie gezien, met Baudet, dat ze bepaalde inkomsten weigeren op te geven. Dit is essentieel voor de uh, parlementaire democratie dat het wel gebeurt. Zie naar Amerika, waar ook uh, Trump, uh, ik weet niet hoeveel processen vanwege. Allerlei financiële zaken uh, heeft. Het is, we hebben in Nederland geen schandalen mm -hmm. de laatste jaren gehad. Maar die liggen natuurlijk altijd om de hoek als het om geld gaat. De boodschappen worden weer duurder, hoorden we net. Dus ik, dat geldt ook voor politici. Dus wees transparant en ja. laat dat nou net het handelsmerk van die partij zijn. De, uh, via, via RTL Nieuws is het een beetje begonnen te borrelen. Toen is het bij de oppositie terechtgekomen. De PVV, die zit natuurlijk ook in, de, uh, in het kabinet uh, met Itsinga. Uh, die laat zich dan uit uh, via Wilders. Die zegt op X, dit lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd. En dat, dat, dat grijpt natuurlijk terug op het asielnoodrecht. Er moest ook dragend gemotiveerd worden. Um, maar die steunen dus die roep om openheid van Itsinga. Um, uh, is, is dat dan ook niet een soort afrekening? Van, van Wilders, dat die dan hier achter deze openheid gaat staan? Ja, toen ik het woordje dragend las, er gingen er bij mij ook een paar belletjes rinkelen. Ik dacht inderdaad, eh, iemand wees me daarop. Tja, dan lijkt het wel een beetje op een uh, vereffening met NEC. Niet handig. Um, ik had, als ik Wilders geweest was, gewoon zijn financiële woordvoerder... de heer Van Dijk, daar uh, kamervragen over laten stellen. Dan had het veel geloofwaardiger geweest. Nu is het weer in het politieke getrokken. Helemaal niet nodig, want het gaat om de feiten. We willen gewoon precies weten mm -hmm. hoe het zit. En als de staatssecretaris van Financiën al zo geheimzinnig doet... vooral ook naar de pers... Nou, on, dat uh, je niet zitten. Nee, dat vind ik niet fijn. Ik nee. doe ik ga, we, we verwachten al heel veel openheid van onze politici. Uh, want zij moeten natuurlijk beslissingen over ons nemen. Is het eerlijk? Om helemaal tot op de bijna de euro uitgespeeld te krijgen hoeveel iemand heeft aan aandelen waar. Terwijl er eigenlijk al naar gekeken is en er is een stempel opgezet vanuit het kabinet in ieder geval. Nou ja, dan is de vraag of er goed naar is gekeken. Uh, daar zou je dan sowieso over moeten nagaan denken. Hoe ziet zo'n commissie? Hoe ziet zo'n commissie van onderzoek eruit? Kijk, ik ben het helemaal met je eens hoor. Uh, wat Ornstein zegt is. Je geeft ook aan als je in een uh, raad van toezicht of raad van bestuur hebt gezeten. of in allerlei commissies. Je wil een, een zekere transparantie. En in deze tijden is dat ook belangrijk. Want al heel snel wordt een politieke beslissing genomen. die misschien direct of indirect te maken heeft met de belangen die je vertegenwoordigt. En ik denk uh, dat we in een veranderende wereld daar misschien meer open over moeten zijn. Dus niet alleen over je verleden, dingen die je fout hebt gedaan, maar ook dus waar je een beetje bij betrokken bent. En dat zou tot op zekere hoogte, ik weet niet of dan iedereen dat meteen moet weten, maar zo'n commissie zou wel in detail moeten weten waar die man investeert. Dus daar nou, zou hij het moeten neerleggen. Dan zou nou ja, niet per se misschien moeten we wel openheid Misschien moeten, moeten we, ja, het, uiteindelijk als er vragen komen, zou zoiets ook in de openheid moeten komen. Zeker in met, zijn, met zijn positie. Ik denk dat je dat gewoon ook wilt voorkomen, zeker als je NRC bent. En die hebben toch al een paar keer bewezen dat ze... Het ene roepen en dan toch wel weer het andere doen, wat dat betreft, met al die ja, ja. idealen. Het is interessant het? is wel dat we het natuurlijk niet in regels hebben vastgelegd. Zo begrijp ik in ieder geval dat we niet vereisen van een staatssecretaris de, dat hij of zij die openbaarheid geeft. Um, we zijn er eigenlijk altijd van uitgegaan dat ze zelf, vanuit een, een, een goede trouw uit zichzelf, wel uh, dan wel afstand nemen bijvoorbeeld van bepaalde uh, portefeuilles. Ze een... dus kunnen belangen op afstand zetten. Precies, ja. hè? ik denk natuurlijk aan de parallellen met Amerika en Donald Trump, die ook uh, geen transparantie wilden geven toen hij president werd en daar ook enorm moeilijk over. Werd gedaan, omdat als zijn voorgangers allemaal wel transparant waren geweest en wel allemaal uh, inderdaad zaken op afstand. Maar toch hadden is hij president geworden. Dit heeft het niet hem belemmerd dus. Nee, klopt. Maar het, om nu te gaan zeggen van we moeten dat nu gaan vereisen, dat is, betekent eigenlijk al dat we. Een stap te ver zijn dat we mensen niet meer vertrouwen. We kunnen de staatssecretaris niet meer vertrouwen. We kunnen president Trump, eh, president niet meer vertrouwen. We, moeten, we gaan nu vereisen dat er openbaarheid ja. van zaken is. Dat geeft een beetje aan van hoe we nu tegenover elkaar staan, tegenover de natie van. Nou, dat de me meerdere dingen kunnen waar zijn. Maar ik denk dat het ook een beetje is, zoals met die lobbywetgeving. Het is toch niet goed als iemand bij het ene ministerie zit en dan direct doorgaat naar een bedrijf dat weer een soort van aanbesteding heeft bij datzelfde ministerie. Dat zeggen we nu toch ook wel van. Dat is niet handig. En eh, waarom is het dan slecht als je gewoon zegt, nou, goh, ik beleg hierin? Het is misschien niet duurzaam, maar dat weten jullie. Of dat weet zo'n commissie. En als er ja. vragen overkomen, kan dat gecheckt worden? Ja, terwijl het ook wel nou, misschien wel uh, heel opportunistisch uh, is geweest. Bijvoorbeeld van SP in D66. Want Erthiel Nieuws bericht erover. Terwijl je eigenlijk had jezelf er ook achteraan kunnen gaan. Je wist al, hij heeft belangen. En uh, het zit ongeveer zo in elkaar. En zij zeggen, we hebben met enige vertraging alsnog een probleem met het gesprek aan tra transparantie. Is dat niet ook een beetje. Probeer iemand het bootje te lichten, Leonard. Ja, kijk, dus die politieke manoeuvres op de achtergrond spelen altijd mee. Maar goed Kamerleed laat zich daar niet door leiden. Overigens, de SP is een partij die hier altijd heel fel uh, op geweest is. En maar ook even met enige vertraging nu. Met enige vertraging nu, maar wat er wel. En ook zouden overigens politici dat zelf veel meer moeten uitzoeken. Inderdaad, Kamercommissies en dat soort zaken. En ik uh, denk ook wel uh, van wat is er nou zo vreselijk erg dat wij weten waar. Hè? We weten nu 6,5 miljoen. En we mogen toch best wel weten waar die dan in investeert en dat kan ook inderdaad een belangrijke verstrengeling geven als staatssecretaris van financiën en dat is in het ik moet wel zeggen ik heb het toevallig laatst nagezocht het is heel lang geleden geweest dat wij financiële echt financiële affaires hadden in de Nederlandse politiek een beetje rond de tijd van Lubbers nou ja dat uh, was maar, maar, heel lang geleden de premier maar, maar ho hoop je daar nou stiekem op? op als nou dat je, dan je dan hoopt iets, het niet ik vind het juist zo geweldig dat Nederland dit lange tijd van Stoken is geweest, maar op de een of andere manier voel je aan je water dat het ook hier weer gaat komen. Hoe denk je dat het afloopt dan? Uh, met deze uh, concrete zaak, ik denk dat meneer Itzichaf voet bij stuk houdt en inderdaad zegt: Van uh, ja, ik, ik, hoef, ik hoef dit niet, maar het is natuurlijk niet heel fijn voor de geloofwaardigheid van hemzelf. Want geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, transparantie daar gaat het om bij politici. Wil je meer van het Mediaforum zien, klik dan hier voor de andere video's van spraakmakers of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.